Nu de Olympische Zomerspelen ten einde komen, duiken wij nog één keer in de topsporters van de autowereld. Want wie zetten hier eigenlijk de toptijden neer? Zet je schrap, dit zijn de 7 snelste sprinters uit Autoland. Hoewel Audi voor de R8 V10 Plus zelf een 0 tot 100 tijd claimt van 3,2 seconden, wisten de testrijders van het Amerikaanse Motor Trend de Duitser in 2,6 tellen van 0 naar 100 te laten knallen. Daarom houden we voor deze 7 niet de fabrieksopgave aan, maar de daadwerkelijk gemeten tijden. Om het overzichtelijk te houden tellen we hyperactieve skelters zoals de Ariel Atom en de BAC Mono bovendien niet mee. Van de modellen waar je theoretisch het hele jaar in zou kunnen rijden, doet de R8, toch een beetje de Volkswagen Golf sportsfan onder de supercars, met zijn 610 pk sterke 5.2 V10 lekker mee. Stel je voor, je staat met je vette V10 bij een verkeerslicht. Vervolgens rolt er een vierdeurs familieauto met 2 joekels van wasmachinemotoren naast je. En zodra de lampen op groen gaan, slaat de bliksem in en staat jouw zogenoemde supercar mooi met een mond vol tanden. Precies dat is het effect van de Tesla Model S P90D met ludicrous speed upgrade. Dit vierwiel aangedreven superstrijkijzer heeft een tijd van 2,6 seconden laten noteren op de sprint van 0 naar 100. Best tof van Elon en zijn vriendjes, al vragen wij ons nog steeds af wat het effect zou zijn van deze aandrijflijn in een Tesla Roadster. Toch best bizar dat die Tesla dezelfde tijd weet te scoren als de lang verwachte hypercar van McLaren. De P1 heeft namelijk ook exact 2,6 seconden nodig om de 100 te halen. Hij is na krap 2 jaar feest alweer uit productie, maar wij vinden deze Britse hyperhybride nog steeds zo gaaf dat we hem zijn plekje gunnen. Dankzij zijn 3,8 liter twin turbo V8, een elektrisch hulpmotortje van zo'n 180 pk en F1-achtige gadgets zoals het drag reduction system is een topsnelheid van 401 km per uur mogelijk. Dan moet je alleen wel even de begrenzer eraf schroeven. We zakken opnieuw een tiende van een seconde en vinden de Porsche 911 Turbo S op nummer 4. De krachtigste turboversie van de 991 behoort tot de meest efficiënte sportwagens ter wereld en gebruikt launch control om zo soepel mogelijk weg te knallen vanuit stilstand. Hoewel de fabriek een sprinttijd van 2,8 seconden opgeeft, wisten de mannen van het Amerikaanse Car & Driver hem dus op 2,5 tel te klokken. Nice job, guys! Bugatti claimt dat de nieuwe Chiron van 0 naar 100 sprint in 2,5 seconden. Maar zolang wij ons alleen nog maar hebben kunnen verlekkeren aan fraaie foto's, een bombastische video en een lading onvoorstelbare getallen, houden wij het nog even bij het bewijs dat zijn voorganger al wel heeft geleverd. Een Veyron Supersport flikte het kunstje namelijk ook al eens. Van 0 naar 100 in 2,5 seconden. En u mag weer ademen. Bij Ferrari zijn ze niet zo scheutig met het geven van exacte cijfers rondom de nu al legendarische LaFerrari. De officiële 0 tot 100 tijd is ergens onder de 3 seconden. De Italiaanse hypercar mag dan een naam hebben die doet denken aan die van een drag queen. Op de sprint laat hij vrijwel iedereen achter zich. Met dank aan die waanzinnig klinkende 6.3 V12, een hybride unit met het vermogen van een gemiddelde kerncentrale en die fenomenale 12-cilinder met dat geniale geluid. De LaFerrari zette al met al een geklokte tijd van 2,4 seconden op het scorebord. Wij vinden zijn voorganger, de fantastische Carrera GT met die gierende V10, stiekem een toffere supercar, maar de Porsche 918 Spyder verdient zonder twijfel een daverend applaus. Ook hier een combinatie van een V8 en 2 beesten van elektromotoren, waarmee deze auto in staat is om in een bizarre 2,2 seconden van 0 naar 100 te knallen. Met 1640 kilo rijklaar wagengewicht is hij zwaarder dan aartsrivalen McLaren P1 en LaFerrari, maar desondanks draagt de 918 Spyder met trots de medaille voor de snelste productieauto voor op de openbare weg. Het is weer 4 jaar wachten op de volgende Olympische Zomerspelen, maar gelukkig hebben wij volgende week alweer een fijn doekje voor het bloeden. Dan zie je namelijk alweer een nieuwe aflevering van de 7 met weer een andere verrassende lijst. Graag tot dan!